Henk Dijkhuizen, je gaat spelen tegen Helmond Sport. Loopt het vanaf nu dun door je broek of kan je het wel uitschreeuwen van blijdschap? Liever uitschreeuwen van blijdschap natuurlijk. Dit is gewoon waar je voor je doet als jonge jongen. Hoe hoorde je het? Eigenlijk zag je het op de trainingen aan de partijspellen, hoe het ging. Met wie in de partij zat natuurlijk. Ik werd afgelopen zaterdag gebeld door mijn eigen trainer, Arjen van der Laan. Toen ik maandag mee moest trainen met het eerste. Zodoende heb ik heel de week meegetraind. Ging wel lekker. Het gaat bij Sparta defensief niet goed, veel goals tegen. En dan mag jij dat probleem op gaan lossen. Dat is wel geinig natuurlijk. Ja, dat is wel geinig, ja. Maar ja, dat ken je. Je wordt gewoon nu voor de leeuwen gegooid. En als je hier staan houdt, is het alleen maar mooi. Voor je misschien ook op. En dat zou ook mooi zijn natuurlijk. Het lijkt wel op de moeilijkste plek in Sparta elftal, want Boachi, Downey, Rutjes gingen je voor. Ja, klopt. Veel gekke dingen gebeuren op die plaats. Ik probeer het gewoon zo goed mogelijk in te vullen. Henk Dijkhuizen, wie is dat? Zoals je merkt is het wel een hele rustige jongen. Maar ja, ik kan ook wel lekker gek doen en lekker druk. En wat is jouw cv tot nu toe? Ik heb meerdere jaren bij Feyenoord Rotterdam gespeeld. 7 mooie jaren gehad en 1 minder jaar. Nu focus ik mezelf volledig op Sparta natuurlijk. Jij bent van Feyenoord naar Sparta gekomen? Ja, klopt. En waar kom je vandaan? Uit Den Haag. Eigenlijk Scheveningen. Ik sta hier tegenover een exponent van de O.O. Gerso-generatie. Nee. Dat ook weer niet. Dat gaat mij soms iets te ver. Maar je debuut maken voor Sparta, je zei het al eerder, dat is een droom. Droomde je daar vroeger ook al van een club als Sparta? Of had jij een andere favoriete club? Nee, mij maakt het niet uit als ik maar ergens in een mooi stadion waar het altijd gezellig is. Dat vind ik gewoon mooi om mee te maken. En probeer die lijn door te trekken natuurlijk. Johan Voskamp heeft de analyse gemaakt van Helmond Sport, logisch. Hij kent die club. Wie ga jij tegenkomen in het veld? Roger, die heeft een aardige rechterbeen en een linkerbeen. Proberen die voorzetten eruit te halen, want die jongen slingert ze aardig voor. Is dat iets wat jij in je hebt om dat te kunnen? Dat zou wel moeten kunnen, want ik krijg toch de vertrouwen van de trainer. Die probeer ik gelijk waar te maken natuurlijk. Hoe groot is het, de stap van de A1 naar het eerste? Dat is wel aardig groot. Je ziet wel dat met positiespel. Het gaat gewoon veel en veel sneller. Conditioneel word je ook wel af en toe geprikkeld. Dus daar merk je alles aan. Kan je het aan? Ik kan er wel redelijk aan. Tot nu toe. Perfect, jongen.